Zwarte Piet en zijn vriendin bestraft voor diefstal. Rijk betaalt mee aan Rotterdamse baan. En vakbond woedend om dure decanen in Delft. Dit is het TV West Nieuws van dinsdag 21 augustus. Dag dames en heren, de man die vorig jaar rond pakjesavond verkleed als Zwarte Piet een gewapende overval in Leiden pleegde, moet 6 jaar de cel in. Met aftrek van voorarrest betekent dat hij ruim 5 jaar moet zitten. Ook zijn ex-vriendin moet de cel in van de rechter. De man sloeg toe in Leiden en later nog eens in Bodegraven. Verkleed als Zwarte Piet stapte hij in bij een pakketbezorger. Hij bedreigde de chauffeur met een nepwapen en nam tientallen mobiele telefoons mee. Volgens de rechter zijn de twee bezorgers nog dagelijks bang. In uw hebzucht heeft u beide veel leed en schade berokkend aan chauffeurs. De feiten zijn geheel gericht op eigen gewin, waarbij op geen enkele wijze rekening is gehouden met de gevolgen van de slachtoffer. De ex-vriendin van de man hielp mee bij de overval in Leiden. Ook zij was verkleed als Zwarte Piet. Zelf ontkent de vrouw uit Den Bosch alles. Maar de rechter gelooft haar niet en veroordeelde haar tot ruim 2 jaar cel. Het gaat niet om de hoogte van de straf, het gaat met name om het feit dat ze zeg maar schuldig bevonden is aan wat er gebeurd is. Terwijl zij heeft aangegeven dat ze geen enkele betrokkenheid heeft. De vrouw is het niet eens met de uitspraak van de rechter. Dat ze zwaar teleurgesteld is in het rechtssysteem in Nederland. En de eerste reactie was ook dat ze graag in hoger beroep gaat. Of de hoofdverdachte in beroep gaat, is onbekend. Het Rijk betaalt bijna de helft mee aan de aanleg van de Rotterdamse baan. Dat is de weg die de A13 gaat verbinden met de Haagse binnenstad. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur heeft dat vandaag bekendgemaakt. De Rotterdamse baan moet een nieuwe toegangsweg voor Den Haag worden en loopt van de A13 gedeeltelijk ondergronds naar de binnenstad. Het ministerie vindt de aanleg ervan belangrijk omdat het de bereikbaarheid van Den Haag verbetert. De tunnel onder de Vlietzone wordt 300 meter langer dan in het oorspronkelijke ontwerp. Vooral Leidschendam-Voorburg vreesde voor natuurschade aan de gemeente, maar de gemeente heeft zich nu bij de aanleg van de weg neergelegd. De totale kosten van de Rotterdamse baan bedragen bijna 600 miljoen euro, waarvan het Rijk een kleine 300 miljoen euro betaalt. De grootste helft komt van de gemeente. Woedend zijn de vakbonden op de TU Delft. Die zou decanen te veel betalen. Ze verdienen bijna 30% meer dan in de cao staat. Aan de top van Nederlandse universiteiten wordt genoeg verdiend, vinden de vakbonden. Zo is het salaris van een decaan volgens de cao. Dat is ruim 8600 euro. En de decanen aan de TU in Delft verdienen dus nog 28% meer. Komen we uit op het mooie salaris van ruim 11.000 euro bruto per maand. Toch is dat niet waar de vakbond het meest boos over is. Nou, waar we meest boos over zijn dat er regelingen worden afgesproken zonder de bonden. De universiteit zelf wil niet voor de camera reageren. Wel benadrukt de TU dat ze nog steeds in overleg zijn met de bonden. En dat salaris van de decanen, dat vinden ze passen bij de zware functie met veel verantwoordelijkheden. Mocht het ook zo zijn, dan hebben wij ook voorgesteld om die functies te herwaarderen bij een onafhankelijk bureau. En mocht dat echt zo zijn, dan zijn wij ermee eens. Maar ja, naar onze mening is dat niet zo. Maar ja, wij willen dat voor een onafhankelijk bureau voorleggen. En dan de studenten. Wat vinden zij van het decanensalaris? Het veel verdienen, dat is op zich goed als je goed werk verricht en als je aan je arbeidsvoorwaarden houdt, bla bla bla. Als je functie uitvoert. Maar in het licht van bezuinigingen en dergelijke, vind ik salarissen ver boven de cao onnodig en onzinnig eigenlijk. Ja, terecht. Want? Ja, ik vind gewoon als je goed werk levert, dan moet je gewoon veel verdienen. En op het moment dat die mensen minder gaan verdienen, dan gaan ze ergens anders werken. En dan heb je slechte mensen aan de TU. Ja, ik denk dat het voor onze studenten lastig te peilen is of ze hun functie goed uitvoeren. En helemaal in vergelijking met het bedrijfsleven, zouden ze het daar beter of minder goed doen, zouden ze dan meer of minder verantwoordelijkheid krijgen. En ik denk dat die afweging voor mij in ieder geval heel lastig te maken is. Dus ik kan ook niet zeggen of het terecht is dat ze zoveel verdienen. Ja, de vakbond en de TU gaan volgende maand weer in overleg, dus binnenkort weten we of ze eruit komen. Met mooi weer van een brug springen voor de een het toppunt van lol, volgens de politie is het levensgevaarlijk. Dat straks.
In hoger beroep eist justitie 21 jaar cel tegen de moordenaar van Sharda Ramanand uit Den Haag. Het gaat om haar ex-vriend Najim M. Hij kreeg eind maart al 16 jaar cel opgelegd omdat hij volgens de rechter met voorbedachte raden zijn ex zou hebben doodgeschoten in de Haagse Stuwstraat. Justitie eist onder meer een hogere straf omdat M niet wilde meewerken aan het onderzoek. Bij het nieuwe ministerie van Justitie aan de Schedeldoekshaven in Den Haag is dinsdag een bouwvakker in een metersdiepe bouwput gevallen. De man kwam terecht in een smalle koker voor elektriciteitskabels. Hulpdiensten die massaal uitrukten hadden grote moeite hem daaruit te krijgen. Volgens zijn collega's maakt het slachtoffer het naar omstandigheden goed. In Den Haag is dinsdagochtend een tram ontspoord. Ter hoogte van de gevangenenpoort kwam lijn 1 buiten de rails terecht. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Een aantal lijnen werd enkele uren omgeleid. Niemand raakte gewond. Ja, met dit warme weer is ook het brugspringen weer populair. Hoewel het gevaarlijk is en er dus een verbod op staat, kunnen jongeren de verleiding toch niet weerstaan. In Waalbrugge kunnen ze daarover meepraten. Het staat er toch echt. Verboden te zwemmen. En dat je niet van de brug mag springen, ook dat is bekend. Ja, dat weet ik. Maar je doet het toch? Ja, dat mag ook soms van de brugwacht. Sterker nog, de brugwacht staat ook op de uitkijk. Ik heb die jongens een beetje aangesproken van nou, het mag eigenlijk niet. Maar goed, ik sta er toe, maar wees wel voorzichtig. En ik kijk zelf wel mee. Hoor. Maar de politie denkt daar blijkbaar toch anders over. En wat nu? Ja, nu nog een keer. Weg is meer. Ja, we mogen alleen nog via de zijkant waar de boten niet doorheen kunnen. Nou, dus niet maar... van het rutsje, alleen van die. Nou ja, ik vind het ook gevaarlijk. Ja, ben ik maar eerder. Ze doen het toch? Ja, ze doen blijkbaar. Het toch. Ja, het zijn pubers. Komt de boot aan? Dus ja, zodra de politie vertrokken is, is het weer feest. Ja, nou laten we eens kijken of het weer blijft voor brugspringen. Dat doen we aan de hand van het weer van Meteoconsult. Vanochtend was het tamelijk bewolkt. In de middag kwam de zon er steeds vaker doorheen. Het bleef droog. En er stond een zwakke, tot aan zee hooguit matige zuidwestelijke wind. Het werd weer zo'n lekkere 23 tot 24 graden. Dan vanavond, dan trekt er meer bewolking voorbij. In de loop van de nacht klaart het dan verder op. Temperatuur daalt tot 16 graden. En de zuidwestenwind trekt dan iets aan. Morgen, ja, weer een aardige dag hoor. Met een matige en langs de kust soms vrij krachtige zuidwestenwind stroomt dan iets minder warme lucht onze streken binnen. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Het is droog en er zijn flinke zonnige perioden. En tot zover het nieuws voor dit moment. Meer is te vinden op onze website. En ga daar naartoe, want daar is ook onze app te downloaden voor de smartphone. Wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur. En op de radio al een uurtje eerder vanaf 6 uur met Morgen Michiel. Maak er een mooie avond van.